Normaal hier de Blauwpoortsbrug gaat alleen open voor Sinterklaas. En wij waren vandaag Sinterklaas. In een replica van een antieke trekschuit voeren de Leidse burgemeester Henri Lenverink en burgemeester Edo Haan van Maassluis woensdagochtend het Leidse centrum binnen. Helemaal gebouwd naar aanleiding van aanwijzingen van van iemand die in de 17e eeuw trekschuiten bouwde. En ze hebben ook nog gebruik gemaakt van oude schilderijen van Leiden waar die trekschuit op stond. Die mensen hebben er hard aan gewerkt en die hebben een compleet originele trekschuit gebouwd. Ook op de wijze zoals het vroeger gebeurde. Het bleek niet alleen om een pleziertochtje van beide burgervaders te gaan. Nou, dat is onder andere omdat er aandacht gevraagd wordt voor het belang van water. Er is ook vanmiddag een symposium wat erover georganiseerd wordt. Dus de sociale betekenis, economische betekenis van water. En ik denk dat we heel veel kunnen leren van hoe het 200, 300, 400 jaar geleden ging met die trekschuiten. Het was gewoon een soort intercity project, maar dan via het water. Aangemeerd aan de Beestenmarkt had het waterambacht een verrassing voor de burgemeesters van beide steden. Ik heb net de twee boekjes die door het waterambacht Leiden zijn uitgegeven aan beide burgemeesters kunnen geven. Eén boekje over al het water in Leiden, de geschiedenis daarvan, de schoonheid daarvan en wat je er allemaal kunt zien vanaf het water. En een ander boekje over alle wateren hier in Dordrecht in Leiden die gedempt zijn in de loop van de eeuwen. En waarvan het waterambacht samen met de historische vereniging hoopt dat die voor een deel op zijn minst weer opnieuw uitgegraven worden, zodat de schoonheid van de stad weer helemaal terugkomt. Er zijn er twee, die hebben jullie voorkeur. Welke twee zijn dat? De Lange Mare is natuurlijk de meest voor de hand liggende. Het is een oude veenrivier die we heel graag weer open hebben. En hier vlakbij, Kort-Rapenburg, dat is een echte serieuze kans. Dat is alleen maar overkluist, dus je hoeft alleen maar de straat weg te halen en het is weer een gracht. Het idee om de Leidse grachten te ontdempen staat in de Blue Deal, waarover het waterambacht later op de dag een symposium organiseert. En daar zijn allerlei onderwerpen over het klimaat, over allerlei dingen in relatie tot water. En dat is nu in feite het doel waar we ons op willen richten, ook voor de toekomst. En in die zin ook voor de nieuwe leden die we hopen nog te krijgen, die meehelpen om met hun deskundigheid ook dit te verwezenlijken. En waar moeten we dan aan denken? Kunt u een voorbeeld geven? Nou, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden waarbij we denken aan elektrisch vervoer over water bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk al heel belangrijk dat ook in de stad het autoverkeer en zeker het vrachtverkeer wordt verminderd. Dus ook het vuilnis ophalen, dat ook dat kan plaatsvinden vanuit een boot die elektrisch wordt aangedreven. De gemeente is daar nu al behoorlijk mee bezig. Leiden is dus positief, maar of er binnenkort weer over het Kort-Rapenburg gevaren kan worden? Ja, dat zijn hele leuke ideeën. Ze zijn ook heel duur. En daarom mag je die wensen ook best op een lijst zetten. Maar je moet er niet van uitgaan dat al die dingen snel gerealiseerd worden en snel achter elkaar gerealiseerd worden. Dus je moet goed prioriteren van wat is nu belangrijk om te doen. En ik denk dat dat ook de uitdaging is. Maar dat water voor ons belangrijk is, dat is heel goed dat daar iedere keer aandacht voor wordt gevraagd. Want dat is nu eenmaal zo.